through the night. Gonna be fever. What a lovely way to find. Now up. Je doet nog niks en ik ben gewoon. Ja, dan denk ik wel. Ja, natuurlijk. Maar ik ben nog gek. Ja. Nou, de was gisteren wat zeg in Rotterdam met die drooglegging. Hè? Oh, oude tijden herleefd. Hoe kunnen ze iemand aan droog leggen? Nou, er was geen drank te koop. Er was in maar je weet dat het komt. Cafés in het centrum en drankhandels waren niet open. En hielp het? Mocht niet getapt. Er is niemand doodgeschoten. Je bedoelt, op Koninginnedag was het een drooglegging? Ja, vanwege die jellen, weet je wel. Dus een bepaalde uren of zo? Ja, tot 6 uur, s'avonds. Shit. Ja, hey. Arme kruid, wat een ingreep. Ja. Maar dat was omdat 200 gasten, halve zolen, maar uit Zwolle en uit Deventer. Hè? Die hadden de boel fysiek tijdens dat kampioenschap van Feyenoord en daar moesten de... Weet nou, jij noemt het fysiek, maar ik weet wel dat ik heb een vriend in Rotterdam, die zit bij die club, hè? Die, Oh ja. Heb jij daar vrienden bij dan? Ja, ik had laatst pijn in mijn hoofd en toen vroeg ik, heb je nog een aspirintje? En dan had hij nog maar 6, zei hij, en die wouden liever voor zichzelf bewaren. Oh, dat is typisch Rotterdam. Maar om het later, dat vind ik zo leuk, om het goed te maken, zei hij dus, van als je Feyenoord wint, krijg je van mij gympies. En wat is het recht? Ja, een koolsingel, ja. Hey. Dat zou wel erg groot moeten zijn. Kijk, er staat die peper weer hoor, in zijn kop in de krant. Signalen over... Oh, die wil... Preventieve hechtenis, hè? Dat doet me zo aan de Gestapo denken. Preventieve hechtenis, dan hadden dat ook. Hechtenis bij voorbaat. Ja. Ja. De Rotterdamse politie is al over beschikte enkele uren al reeds over signalen. Dat relschoppers het hadden gemunt op de geuniformeerde politie. Ja. Even moeten dan met die jongens. Weet je wat ik ook verschrikkelijk heb je dat gehoord van die, wat op Schiphol is gebeurd, zeg? Met die eekhoorntjes. Oh, kijk dat ze ze tegen de muur te pletteren gooien of zoiets, maar door de versnipperaar. Ja. Maar, godverdomme. Hij was op een abattoir. Jezus. Ik denk, wij willen zo op het paard, hè? Wij maar doen alsof ze heel beschaafd zijn. Goh. Nou, dat nieuws ontroert. De KLM, die zegt, man, wij zijn geen abattoir, zegt hij. Nee. Dat willen ze in de toekomst dan niet meer zijn. Als het nou, nee, ze willen geen dieren meer te dood brengen. Ze laten ze nou onderweg al de pijp uit gaan. Hoeveel eekhoorns waren het eigenlijk? Ze kleuren zijn het vliegtuig. 400! Waar kun je die dan voor anders voor gebruiken? Ze waren kennelijk besteld. Ja. Ze waren kennelijk besteld. Ja, maar dat vraag ik me af. Dat is niet echt een huisdier, toch? De paspoort klopt. Nou, ja, ze wouden het een huisdier maken natuurlijk. Ja. Dat zijn toch... Het zijn wel grond, ik hoor het helemaal. Ze konden nog geleven. Oh, ze konden, anders waren ze in de boom wel ingevlucht. Nooit gevangen, ze konden niet in de boom, want het waren grond, ik hoor eens. Ja, je hebt ze alleen in die contraire daar. Waar komt vandaan? China. Oh ja. Waar wij heen gaan op tournee straks. Ja. En daar hebben we, toch tegenwoordig zo'n goed contact, zo'n goed handelscontact. Nee, nou, die papieren klopt er geen klote van. Dan moeten we iets veranderen aan de show, denk ik. Ja, nou, tuurlijk. Ja, we moeten iets aan de taalbarrière doen, hè? Ja. Wat spreken ze daar allemaal, denk je? God mag het weten. Zou iemand dat weten? Ja, Chinees zeggen ze, maar dat zijn dus ook zoveel dialecten. Ze kennen daar, kijk... Dus dat maakt als iets niet uit. Nou, als je daar in Amsterdam en Rotterdam zou hebben, zou Rotterdam of Amsterdam zouden we elkaar niet kunnen verstaan. Kennen ze geen Duits ook of zo? Nou, er zijn er een paar die Duits spreken. Ja, nou, dan verzamelen we die. Als je maar genoeg hebt om zo'n hok te vullen, weet je wel. Toch? Zo'n hok te vullen, ja. Ja. Dat heb je in Canada toch ook gedaan? In Canada een hok gevuld? Ja, met Nederlanders. Ja. Zo, dat was het moment of het Ik dacht even dat je van het donker ging 1954 was daar, zeg. Ja, en wat deed je in welke taal? In het Engels. Oh. In het Nederlands. Ja. Ja, maar door elkaar heen. I see. Ja. daar heb ik het meegemaakt dat er op een gegeven moment een vrouw weg... Ik had het over de paus, had ik het, dat die eigenlijk de verspreider van het AIDS-virus was. Omdat die overal de grond kuste. Dat is de inkoor. Ja. Dat is die inkoor, hè. Op een gegeven moment zag ik daar voor me, zeg. Ik zie het echt voor me over. Zie ik een dame met waarschijnlijk haar dochter.
Die verlaten de zaal en die vrouw die houdt met haar vingers zo die oren dicht van dat... Ik denk nou, dat ik toch nog mee mag maken, hè? Helemaal in Canada. Serieus. Ja. Hooligans vragen voor jou, wat moet je nou ik met die hooligans doen? Ik ga iemand imiteren. Wat? Kan je Hitler imiteren? Ik kan iemand. Iemand imiteren, voel je? Jan Mulder. Ja, dat was een goede imitatie, hè, man. Goede imitatie. Ik vind dit gemakkelijk, hè? Ik zag het gelijk. Die verdient, of hij wordt onderbetaald, of hij... Het is afgesproken werk, maar... God, maar als, hij, als Jan Mulder kan, dan... Man verdacht van incest met baby. Ik word in. Man verdacht van incest met baby. Moet me daar nou bij voorstellen? Man verdacht met incest met baby. Eens even denken. Ja, maar als er een... Alweer een advocaat opgepakt bij actie tegen drugs ben. Dus ze komen er eindelijk achter, hè, dat die advocaat er een van alle deugen. Ach, de wereld, de meisjes zijn allemaal hoeren en de mannen zitten in kooien. We zijn weer hoopjes dood. En daar omeens dan een advocaat om ze te bevrijden en wij moeten de rommel opruimen. Kijk eens even. Ja. Ik zal ook al zeggen, wij berusten in alsof je keuze hebt. Overlijdingsadvertenties zelfs, inderdaad. Okay. Ja. Oh, en Truus die is geflambeerd geworden. Hij lag er zo rustig bij. Ja, alsof hij nog een beetje de horlepiep gaat dansen, weet je wel. Weet je wat ik trouwens ook gek vind, hè? Dat je in een crematorium niemand wil. Ja. Vind je gek? Ik zou me kunnen voorstellen bij de huidige trend van tegen het roken, dat de crematoria uiteindelijk nog maar de plaatsen... daar uitsluitend in de crematoria mag nog gerookt worden. Maar ik denk dat het binnenkort wel weer, dat komt wel weer terug, dat roken en zo. Dat is nu een beetje een hysterie, maar ik weet zeker dat roken dezelfde weer terrein willen. Shit. Thijs Slavenburg is ook dood, die zonder het zwarte geld bedolven. Oh, jee. Wie? Thijs Slavenburg. Ah, dat voelde ik al een heel tijdje aankomen, want... Ja. Thijs, jongen. Heb nog lang uitgehouden, hoe oud is die geworden? Dat vind ik zo leuk. Het is leuk. Kijk, het kwaad straft zichzelf. 77, nou, niet onze hoekplantjes. Ik zeg, het kwaad straft zichzelf. Dat zie je ook met Gijs met het zwarte geld. Maar bijvoorbeeld, hè, als ik vreemd ga en ik heb verkering, dan kun je mijn. Dan krijg je hem niet omhoog. Als je vreemd gaat en je hebt verkering, krijg jij hem niet omhoog. Nou, anders kan ik eigenlijk ook niet vreemd gaan als ik geen verkering had. Nee. Maar dus, nou, laat ik het zo zeggen. Als ik vreemd ga, dan wordt mijn. Vroeger ook. Of is dat van de laatste tijd? Ja. Nou, dat betekent een toename van mijn verantwoordelijkheid. Ja. Nou, zo zie ik het wel. Zo zie ik het wel. Ja, natuurlijk. Zo moet je het ook zien. Dat is het beste om het zo te zien. Oh, de microfoon doet het niet zo. Bedoel maar, dat je dan eigenlijk gelijk afgestraft wordt, weet je wel. Alleen als je krijgt hem wel stijf als je geen geweten zou hebben, dan zou je hem stijf krijgen. Ja, hoor, zonder geweten. Ja, dan kun je sowieso lekker rotzooi, man. Dan zou ik ook soldaat willen zijn, wat ik overigens niet mocht zijn. Weet je nog dat wij de S5 vlogen? Oh my god. Het is nou die F6 die wij vlogen in de S5. Ja. God, dan moest je nog zo met je fiets stoppen zo, hè? Dan kreeg je die motor pas aan, en dan zat je zo in een vloog je voorbij en dan moest je het raampje open doen met de kattenpils op elkaar. Ze waren op tijd nu. Ja, en dan vliegen die Joegoslaven die vliegen daar nog in. Dus het was geen kunst om daar zo'n voor het Abelijnstra om dat vliegtuig uit de lucht te schieten. Hij had in de mik geraakt, hè? Ja, in de mik. Ja. Op de eerste dag, geloof ik. Ja, zo daarna heb je weinig meer gehoord. Ja, daarna heb je van Abelijnstra mee, heb je op de bank gezeten daarna. Oh, hoe herinner ik mij nou vast de dag van gisteren dat ik naar de dienstkeuring ging en die dokter zat er een beetje. Zegt, wilt u een dienst? Hij keek me niet eens aan. Ik zeg, ja, graag meneer. Bek open, joh. Had je niemand te zeggen? Nee. Ik zei, nou, laat me te gek, jongen, een vliegtuig dan eruit springen op het dak van een niet vermoedende vijand. Ik kon gelijk weer prom op in Deventer met een Mongool en iemand in een rolstoel. Toen ben ik teruggegaan met mijn moeder. En toen hebben we gezegd dat ik er niet in wou en toen was het bespreekbaar. Maar toen hebben we ook gelijk bedongen dat als er dus echt tramland was, hoefde ik niet te gaan. Want qua sneuvelbereidheid, nee. En dan denk ik, jongen, tramland dicht bij u. Ben je mooi de lul als soldaat? Ja, wat in die krant staan, wat de moeite waard is. Ik bedoel, die gevulde koeken vreten in de kantine gaan dan wel.
Staatsfinanciers. Soldaten. Ja. Trouwens, soldaten zijn, dat gaat toch allemaal per computer en zo? Denk je niet? Hé, die van ik dacht even dat hier van dat poosje stond. Maar dat is contact met elkaar. Die zijn eigen wereldje. Ja, dat heb ik ook eigenlijk. Nee. Kijk, dus hier is nou human interest, hè? Herman, een warme douche, alleen dat willen ze. Dat willen ze. Warme douche. Ja, ja, ja. Daar is die oorlog, nou, daar wordt die oorlog omgevoerd. Ook dat over voetballers ging. Nee, het gaat over die Kosovaren. Want ik ken voetballers, maar die hebben, als je dan in de ene kleedkamer... Daar is ook een hoop drugsdealers. Kosovaren. Bekend. Ik wacht mijn... Maar die Milosevic, zei ik, ja, god, ja, die man heeft zijn gezicht niet mee. Laat mij naar buiten. Nee, die heeft zijn gezicht niet mee, die man. Schoentjes, vies. Ja, daar heb je speciaal lak voor. Ja, heel dopje voor mij om in een show te komen met zijn schoenen. Hoezee je schoenen wel eens of gooi je ze wel? Had ik zeker gedaan als ik het voortijdig had. Daar moet je speciaal dingen voor hebben, hè? Ik vind het namelijk heel amateuristisch om met een vieze schoen op het podium te komen. Met melk, dat doen, hè? Dus nou ja, en ik zou het proberen of met crème de menthe. Met Grand Marnier in die melk. Wel, liever als met die gin tonic. Maar, ja, die jazzmuzikanten die zoeken ook allemaal melk. Dat geloof ik niet. Warme melk met whisky of zoiets. Vanwege de ulcer. Hè? Ik zag hier toevallig een stukje staan in mijn ogen. Sorry, ga door. Nee. Ik weet nooit precies wanneer het is de toer. Dat wist jij niet wat in die kant staan. Van die jazzmuziek die dronken ook melk? Ja, met whisky of zoiets. Oh, vanwege die de maagsfeer. Ja, 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 nee, jongens, Johnny de zelfkikker die dronk. Dus hoe heet het spul tegen die tegen de maagborrelen? Maagborrelen? Help. Remmies. Ja, maar dan vloeibaar. Dat weet je wel. Dat deed hij dan in Genever. Weet je wel, een glupje van de. Nou, het heeft niet geholpen. Dat is preventief drinken. Het heeft niet geholpen. Uiteindelijk heeft het niet geholpen, nee, maar ik weet niet maar wat hoe wat hij anders veel. Wat zag je nou in die krant? Iets over de, als je, dus, je poep te geel is, oh, ja. Dan dat je dan ongezond bent. Dan dat met dan tijd wordt een geneesheer te raadplegen. Ja. Ja. Mooi woord. Maar ja, als, inderdaad, ja, als de ontlasting... Geneesheer, dat is een gek woord. Licht gekleurd is, is het... Hoog tijd een geneesheer te raken. Ja, ja, ja. Hoe zit het met jou? Oh, maar ik heb geen klachten. Gewoon donkerbruin. Nou, donkerbruin. Ach, het mag af en toe iets lichter bruin zijn, maar. Ja, mijn is wit. Ja, jou is wit. Hoe lang? De laatste 25 jaar. Hoe lang al? Ja, 25 jaar. Ja, je bent een medisch wonder, hè, man. Nou, dat lang ook niet al beginnen. Is daarbij, als daarbij ook de urine nog oranje is. Ik zal ze wat bewaren. Dan ben je eigenlijk al dood. Als de urine ook nog oranje is, dan ben je eigenlijk al dood. Begrijp je? Nou, dan ben ik... Kun je mij wel bijzetten. Ja? Dan wil ik graag geflambeerd worden en op de radio wil ik dan horen Corrie Brokken. Corrie Brokken met het heel de wereld moet ik mijn geheim vertellen? Nee, met ik sta wacht. En met het soldatenkoor. Want een soldatenhart is niet van steen, zonder held, zonder hoek. Ja, ik ken dat weer. Oké. Rotterdam, Amsterdam. Zij zingen zonder hem, zonder broek. Ja, nee, en wij zingen zonder broek, zonder hem. Oké, okay. Nou, jij komt eruit zonder. Zullen we een keus maken dan? D'accord. Wij zongen zonder hem. Die taal is toch een wonder. Oh. Ja. Het heet nu in het volg ook goeden tijden, slechten tijden en smarten geld. Zo de jullie. Pan en een koek. Ja. Paarden nul. Ja, en dik kok. Dik kok, ja. Ja. Dik kok. Ja, want het is geen dikheid. Dan zou Amerika helemaal een topper geweest. Oh, weet je wat hij tegen Clinton had gezegd? Thank you, Bill. Ja, hij zegt nog eens neus, want ondertussen maakte een goede beurt, begrijp je? Hoorde gelijk bij de wereld, er stond een foto in de krant. Nou, Dick Fox zei, thank you, Bill. Maar er stond Clinton en Blair en Kok en Schreuder op de achtergrond. Maar maar hij heeft techniek. Maar die Clinton zat te kijken van, zo, wat word ik lekker gepijpt. En die Kok die zat te kijken van, zo, ik ben er net lekker gepijpt. En die Blair die zat te kijken van, dat wil ik wel eens zien. En die Schreuder zat erbij van, oh, ik word zeker niet gepijpt omdat ik Duitser ben. Echt waar. Godverdomme, een goede foto was dat, hè? Je hebt toch ook een... Heb je toch ook een fantasie, Jules? Nee, oh, geen fantasie. Nee, het draadnagel, nee. Ja, gezondheid mag krank. Nee, echt niet. Je stond in de krant, die foto. Is die niet opgevallen?
Goh, een leuke foto van Schotty Schreuder. Zo'n muil had hij, zeg. De baard is Bill Kok verscheen met... Nou, we hadden het over de derde. Hij zei, thank you, Bill. Wij lopen al 100 jaar op. En daar weten wij maar niks van. Dat is bij ons niks. Maar ja, de weg. Er is maar één weg. Ja, dat... Ik en links lopen, rechts lopen, ja. Die gaat allemaal... Nee, de afsluitdijk nou. Ja, tuurlijk. Nou, is dat in richting verkeer geworden, hè? Ja, sinds de ambulance er niet overheen waren, dat was het ook... Ja, maar met die rolstoel, dat doet hij veel te lang over, man. Probeer jij eens met een rolstoel dan tegen de wind in de afsluitdijk over te komen. Ja, het is ook sneu om zo'n dijk dan de afsluitdijk te noemen, als je toch al in Friesland woont. Maar dat is een van de weinige plekken waar de Duitsers niet doorgekomen zijn, de afsluitdijk. Nee, hoe kun je nou door een afsluitdijk komen? Nou, eroverheen. Nou, maar er is er in één hoeveel niet. Misschien hadden ze dat toch op een andere manier verpakt. In Limburg zijn ze gewoon binnengelopen. Harmonie ingehaald. Via de Maas. En loop het. En bij de Maasbrug in Rotterdam, hè? Ja. Daar hebben wij ze de schot afgebeten. Hè? Tenminste, maar kijk, jongen, daarom is het ook zo goed dat wij al die bruggen daar even plat gooien en een miljoen slaan in, weet je wel? Ja, tuurlijk, joh. Haha, daar kunnen ze geen kant op. Nee, daarom. Maar dat lukt niet. Kijk, alleen de beste zwemmers bleven over. Over dat kosten van. Nou jongens, luister, ik durf het best hard op te zeggen. Oh, als je wil niet horen. Au. Kende me geen klote schelen wat er daar gebeurt. Wist je dat? Ik heb geen idee van, wat een verontwaardiging. Dat is gezeik. Trouwens, Van Gogh had ook zijn oren. Mensen vinden het gewoon leuk om elkaar van kant te maken. Ja, maar Van Gogh deed zelf zijn oren af, toch? Ja, natuurlijk. En het oor schilderde veel beter zonder hem. Ja. Wat heb je daar niet van? Je kent het gewoon niet meer bij jou, man, wat je er allemaal hebt, joh. Ze wonen allemaal mee in elkaars land. Ik geloof er geen zaak van. Het zal best meevallen. En er is een... Die het grootste erfische rijk, nou ja. Full color. Dat is weer voorkomen herleefd, die titel uit het een tijdje, maar ze zijn helemaal opgeleefd zijn. Nou, en dan gaan wij daar met een bom, af en toe een bommetje, en dan gooien we nog meer zo. Ik was laatst in de Schwarmertijd, weet je wel. Nou, precies die bombardementen, nou, fantastisch. Hoe lang duurt het dan? 35 dagen? Dat als je hebben pas een derde van de lucht alweer uitgeschakeld. Dat is nog een boel werk te doen, jongen. Zo. We moeten erin met grondtroepen, Herman. He? Nou. Ja. Maar wij worden niet opgeroepen. Want de ouderwets komt het over. Grondroep. Ja, grondroepen, ja. Heb je de loofgraven? Eerst graven, ik ga eerst de loofgraven. Dat is vuile werk, dan zie je soms de vijand. Ja, dat is wel leuk. Ja, ik werd een keer op een missie gestuurd. Heb ik 3 jaar moest ik in de jungle geen vijand gezien. Nee. En dan kom je heel apart terug. Ja. Ik was een heel ander mens. Heel ander mens. Ja. Poeh. Ik deed alles, ik kon niet meer jokken. Nee. En ik voldeed steeds aan mijn instinct. Dat betekent elk lekkere reet die je ziet, dat je die gelijk grijpt. Ja. Toen heb ik last met de politie gekregen. Ja, in dit verband. Die wilden me opsluiten zelfs, als ik nog langer zo doorging. Zo. Dat hebben ze dan gedaan. Ja. En hoe was dat daar? Ja, volgens hun ben ik genezen, maar ik voel het zelf toch anders. Je bent nu... Ik heb net gedaan of ik genezen was, weet je. Ja, maar, jongen, als je mij een keer ziet in een volle tram, hè. Potverdekker, jongen. Herman de Grabber. Als hij dit tegen je oor doet, hè, dan hoef je nooit op vakantie. Nee, hoef je nooit. Nee. En als je het in je oor kunt krijgen, helemaal. Nee, maar de zon al scheen ze niet. Zo schön is die wereld. En die Christianisch, zonder Madeira. We kennen ze allemaal. Ja. Ik geef jou een keer de kans, weet je wel. Hij geeft mij een keer de kans. De ruimte. Ik zit nog te luisteren, man. Want ik kan het niet horen. Ja, het was dus allemaal al dood, maar ik hoor ze nog steeds. Hè? Willy Walden, Piet Muizelaar, hoor ik. Als straks je show over is, hè, ga ik gelijk weer. Op Scholten, hoor ik. Wat hoor ik hier? Buzio, hoor ik. Ik hoor Johnny Weissmuller, de eerste thuis. Hoor ik ook. Hè? Johnny Weissmuller ook, ja. Mag ik horen wat jij hoort allemaal? Ja. Johnny Weissmuller. Dit is een hele lekkere. Die is beter als die van mij. Pas beter op je oor, hè? Nou, maar hij is meer variatie. Kijk uit, anders gooi je die crème de menthe in je oor. Dat mag wel. Dat mag het wel. Ja, de ment, doe maar. Crème de menthe, ja. Voor zijn geheugen. Zou het nou fijn zijn om de ment te zijn? Fijn zijn om dement te zijn. Ja. Het zou misschien fijn zijn als je het zou weten. Ja, dat is net zoiets als dood zijn dan natuurlijk. Hè. Nou, wie weet hoe fijn het is om dood te zijn. Nou ja, kijk, dood zijn op zich. Dood gaan we misschien nog wel van maken. Maar dood zijn, dat... Ja. Nee, dood heb je... Ben je bang voor de dood?
Ik? Nee, waarom? Ik ook nu. Tenminste, ik zou niet weten wat... Ik heb me er niets bij voorstellen. Nee, dus... daarom. Ja, daarom, ja. Dus ik zou geen risico nemen. Ik zou er wel iets bij voor kan stellen. Ik vind het doodgaan wel heel ouderwets. Het is ouderwets. Ja, vandaag van de dag, weet je. Net zo ouderwets als een piloot in een vliegtuig met prop. Ja, want ja, die dingen kunnen al lang zonder piloot. Ja, maar ja, het is een manneken, ja. Toen is niet leuk, hè? Die mannen hebben die opleiding, dus... Ja. Ja, weet je wel, die willen ook niet langs de kant staan. Nee, natuurlijk niet, nee. Die moeten ze bij de zon gazen. Ja, dan kun je nog eens een mik raken, dan kun je zeggen dat jij hem echt geraakt hebt. Oh, je kunt hem met zijn computer wel raken, maar ja. Die stonden gewoon op de grond, die stonden op te slingeren, die gozer, om hem aan te krijgen. Komt die gozer die aanbeleefd en... Ja, dat spaarde wel de moeite van het vallen natuurlijk. Vroeger gingen ze bij het verzet, dan zag je ze helemaal niet meer. Of naar het Oostfront gingen ze. Oh. Ja, naar het Oostfront of in het verzet. Die hebben tenminste wat gedaan. Toch? Ja, je bent als Rotterdammer een beetje meer daarvan. Nou, wij zijn... Dus of naar het Oostfront of bij het verzet? Nou ja, kijk, je hebt mensen die hebben niks gedaan en je hebt mensen die zijn in het verzet gegaan, maar je hebt ook mensen die zijn naar het Oostfront gegaan. Ja, maar als ze zeggen dat ze bij het verzet zaten, wil die zeggen dat ze wat gedaan hebben. Nou, ze zijn in ieder geval ondergronds gegaan. Ja, je zag ze niet meer. Nou ja, oké, big deals. Goed, laten we er even vanuit gaan. Die Duitsers altijd verzet in Nederland, we konden zo binnenlopen. Rijnlaufen dan. Is ook waar. Nou, mijn vader zat wel bij verzet. Ja, zat hij van bij de ondergrondse? Hij was... Na, in 1946 zeker. Hè? Werd de NSB ineens de NBS? Ja, de NSB, daar had hij het altijd over. Dat hier. NSB, ja. Was het ineens de NBS, Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten. Ja, maar mijn vader was bij NSB. Ja, bij de NSB, maar... Maar die verzetten ze wel, toch? Toen hebben ze die twee letters omgezet, toen ze het einde zagen naderen. Al die wijven, naaien, weet je wel. En hadden ze een blauwe overal en was het de NBS. Jong, mijn vader had een keer een etensbon gejat uit het kantoor en had hij weggegeven aan een arme man. Ook toch niet aan die Joodse man? Dat was hij zijn verzet. Aan die Joodse man? En ze gingen zonder band gingen ze met de fietsen van Amsterdam naar de Veluwe. Zo, ja, zo. Mijn oom was dat geen verzet is? Die fietsen want die boeren die hadden vreten zat, weet je. Oh, ja. Die boeren hadden vreten zat. Ja, de koeien dus schoot niemand op. Nee. Maar kijk... Ik wel. Het is natuurlijk zo dat... Kijk, als je geen koen had, dan zat je in de hoek waar de klokken vielen. Ik had net de hongerwinter. Maar als je boer was daarentegen. Als je boer was, zat je goed. Ja. Die zitten toch maar voor... klagen. En toch maar klagen, die boeren. He? Ja, maar toch zijn... Ik heb wel eens jaloers op een boer. Oh ja. Die hebben hun eigen wereldje. Ja, die zijn verbonden met de aarde meer, hè? Nou. En met de wisseling van de seizoen naar meer, dan dat gaan aborteren. Nou, ik vind het... als je dus jezelf kunt... Ik ga weer zo'n woord bedragen. Jezus, als je zelf kunt pijpen, dan heb je niemand nodig. Vader, nee, dat is waar. Nee, dan kom je de deur niet uit. Nee. Maar van het een komt het ander. Oh, ik had een vriend die deed. Afrika heeft nog geen benul van het millenniumprobleem. Nee, want het bestaat helemaal niet. Ja, er zijn geen computers, dus ze hebben ook geen millenniumprobleem, toch? Hoe zou millennium ooit een probleem kunnen zijn? Ja, en bovendien, ze zijn daar ook... Kijk... Dat wordt een koningin de dag van de boel. Dat is alleen maar omdat die Christus zogenaamd 2000 jaar geleden... Dat is een christelijke wereld, die hebben een millennium probleem. Ja. Maar als ik toch... Ik bedoel, de Joden zitten al in 6000 zoveel... En de Islam zit al... Weet ik veel, de Chinezen zitten helemaal in 78.394. Ja, die telt daar, die telt daar. Dus dat gaat al helemaal niet. Trouwens, bovendien is die Christus ook nog eens een keer in 4 voor Christus geboren. Als een schorpioentje, hè? Dus als... Daarmee eerder met Pasen. Een hond. Eerder met Pasen dan met de kerst. Dat betekent toch dat onze visie op de Pasen drastisch moet worden bijgesteld. Toch vind ik dat je de Heer Jezus een beetje toch wel moet. De Heer Jezus, nou, ik heb hand niks over tegen, de hoofd. Ik heb niks tegen die man, maar zijn grondpersoneel bevalt me niet. Chill, joh. Ja, je moet doorgaan in dit vak. Ik geef van aan. Maar Jezus te zeggen, doe maar. Nou ja, Jezus, ik bedoel, het is zo. Qua grondroepen, ja. Maar hij is in 4 voor Christus geboren, vind ik toch wel leuk. Want dus we hebben die eeuwwisseling al lang gehad. Is hij in 4 voor Christus geboren? In 4 voor Christus, ja. Ja? Zo die jullie. Leuk, hè? Dus hij begon pas te tellen toen hij 4 was. Nou, oké. Okay. In ieder geval is die eeuwwisseling al lang geweest. Hij heeft niemand van de wereld. Maar welke wisseling neem jij? Heb jij een bepaalde voorkeur? Niet? Nou, ik bedoel... Je kunt ook een paar keer doen, toch? Kijk, de wereld die draait gewoon door, hè? Oh. Dus ik loop wel mee. Dan.
over de wereld doordraaien, heb ik nog één vraag. Want kijk, als je niet loopt, dan draait je de wereld ook niet meer. Ik heb nog een klein vraagje. Ja? Hoor je er niet gek van dat je dus niet weet wat er achter, waar het heelal ophoudt en al die dingen en zo? Kijk, het heelal houdt niet op. Daarom? En hoe moet je dat dan zien? Hoe je dat moet zien? Ja, ik heb er ooit over geschreven. Als iets niet ophoudt. Hoe verder jij kan kijken, hoe groter het lijkt. Afgezien van die grapjes. Maar als je daar een beetje. Als je erover na gaat denken, word je toch gek? Oh, dat moet je ook niet doen. Nee, klaar. Kijk, daar wou ik maar even horen. Nee, dat is bekend. Hè? Dan gaan we binnenwaarts denken. Ook nog een heel boel werk te doen. Is het jouw donker van binnen of licht? Nee, het gaat mij erom de allerlei ziektes. Valse pokken hebben we wel in bedwang, maar. Er zijn allerlei ziektes die we nog weten geen bal wat er in ons hoofd zich afspeelt, hoor. Oh nee, natuurlijk. En we maken maar gebruik van zo'n kleine bieken. Ja. Dat merk je als je droomt. En dan loopt het om mis, hè? Het is een klein beetje. Bovendien. En dat is een discipline om dat een beetje aan te poren ook, weet je. Dat je iets niet. Alles ligt allemaal weg te rotten. Weg te rotten, ja? Hele stukken. Vandaar dat je niet zit te poepen. Ja, kijk. Dat komt een beetje van die grijze massa aan. Nou, is het hele idee dat witte poep ongezond is, is toch volgens mij een oude stempel, hoor. Achterhaald. En dan ben jij een voorbeeld. Ik ken een aantal honden die heel goed terechtgekomen. Bovendien weet je dat wij Nederlanders het enige volk zijn dat ze stront bestudeert. Ja? Ja. Nou, dat is kijk, wij over de hele wereld, kijk, als ze gaan scheiden, zo snel mogelijk die stront weg. Ja. De diepte. Ja. Maar wij hebben een play met een plateautje. Blijf het liggen. Zit er nog lekker mee, weet je wel. Maar dan zijn we klaar en dan draaien we ons om. Want dan gaan we nog eventjes inspecteren of er niks waardevols wordt weggespoeld natuurlijk. Hè. Dat zijn alleen de Nederlanders hebben dat. Toon mij uw scheithuis en ik zeg u uit welk land u komt. Ja. De vorige show kon ik een boekje laten op dit moment. Ja, maar zwart was. Ja, zwart, dat twee kwamen. Maar het zit nog vers in die business. Nu. Maar het komt er nou, vanavond komt het er niet van, volgens mij. Hè? Ik snap even afwachten gewoon. Ja, maar er zitten mensen bij, Herman, ik kan je niet laten wachten, moet je wel wat vertellen onderweg. Ja. Nou ja, geen boekje dan vanavond, daar. Hey, zullen we nog wat spelen? Dat is altijd goed. Ja, dan kunnen we huis daarna. Nee, dan moet Bart nog en dan moet je. Ja. Iets spelen. Ja, iets spelen. Iets afmaken ook. Ik beloof niks. Oké. Okay. Oh, nog één vraag, hè? Wat betekent apocrief eigenlijk? Apocrief, dat betekent dat het niet is goedgekeurd door de Wereldraad van Kerk. Om in de Bijbel te kunnen te komen. En dat hoor ik nu pas. Tegenstelling van de kanoniek. Dat had ik niet gedaan. Kanoniek. Zijn wij afgekeurd dus voor de Bijbel? Nou, wij zijn niet goedgekeurd, maar. Nee. S5 voor de Bijbel. Heb ik, ja, zeker. God. Ja. Waar zou het dan liggen? Waar zou het dan liggen? Nou, als er veel geneukt wordt in zo'n verhaal, dan mag het er niet in. Bijvoorbeeld. Tenzij met familieleden. Dat mag wel. Ja. En met doden. Ja. Ik dacht dat ze sliep. Ja, jongens, daar gaat hij weer. Zo'n deurtje. Laten we ook wat. Ik moet zwingen, neem ik aan. Nou, zo'n nummertje uit. Hè? Nou. Ik zal het nummer De Fles proberen op een zwingende wijze te brengen. Of niet? Dus, ja. Daar is de André Hazes, jongen. Ik vind het uit. Nee. Niet? Van Jan Boezeroen, zeg. Kom. Jan Boezeroen, oh ja. Ja, die mag ik ook niet. De fles speelde een grote rol in heel mijn droef bestaan. Omdat ik nooit geen liefde kreeg, ben ik aan de fles gegaan. Mocht ik door de drank bezwijken, mocht ik naar de donder gaan. Die zit al, hè? Of niet? Ja, aan zich vind ik het nog leuk. Zo. Mocht ik door de drank bezwijken, mocht ik naar de donder gaan. Maar toen op mijn graf zijn verschijnen, hij kon niet op zijn poten staan. Even tussendoor, hè? Die nieuwe van Matilda Sanding vind ik gek.
Until the Sun Takes You. Heb je dat afgelopen? Heel mooi nummer. Hé, dan laat me gaan. Het is zo'n nummertje als Hit the Road Jack of zoiets. Cool, oké. Dan doe ik het voor jou. Sure. Oké. De laatste show is. 1, 2, 3, 4. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Wie heb je geleerd in dit stukje? Het lullig van Pia Beck was dat ze altijd wou dat ik over haar heen plaste. En dat wou ik wel. Fever! Daar ben ik ook zo'n gerende lul, blijkt dan weer. Dan, als ik nodig moest pissen, kneep hem af, rende eruit, geen druppel kon er. Dat was voor Pia Beck, moest je zeggen. Ja, daar heb ik ook weer uitgetrapt toen. Heb je die linkerhand van geleerd, hè, voor Pia? Ja, nou, ja. Doorlopende bas. Kijk, deze heb ik van haar, dat was de eerste les. Daar maak ik nog steeds gebruik van. Maar ja, nou die andere hand dan. Nou, les 2. Ik zie nu de. Maar het kan om het roerspuim is leuk, hè? Ja, maar we hebben dezelfde formaat. Ja? 43. Zullen we het straks dan bespreken, Pet? Nu? Ja. Bedankt. Maar 43, hè? Wat heb jij maar 43? Nou, ik ben zeker dat ik 43 heb. Oh ja. Zo'n punt is het toch anders. Ja, tuurlijk. Het loopt een beetje. Ja, tuurlijk. Ja. Soms waar ik met mijn geboortedatum kom, een hele grote schoen over de grens. Ben je verdacht, hè? Hé, hey, maar ik ga niet weg voordat we, ik ga niet weg voordat we de nummer hebben afgemaakt. Zo, ik heb een is heel leuk ideetje. Heel van Moos Ellison, van Moos Ellison. Nee, ik heb nog één ideetje wat ik going down to the corner, gonna buy myself a drink. Come down to the corner, gonna buy myself a drink. The shit you've been taking, she'll go good, my thing. I'm coming down to the drugstore, gonna buy myself a coat. Time with my phone's got for my so-called friends. There ain't nobody looking in my window, smiling at me again. I've been up so long, looks like down to me. Help me, baby. Help me, baby. Ja, dat klopt. Ja, dat is ook niet af. Vind ik hier. Nee. Pijp 7 op. Pijp veilig, ja. Pijp veilig. Het is er wel een met een. Dan heb je erin te houden in Japan. Het zal misschien de enige nog zijn die overkomt. Kijken? Ja, dat doen ze zelf. Pijp moet er dan net op. Ik weet wel, bij ons daar in die straten woonde een man die deed dat op zijn fabriek. Die dingen testen. Dat goede blaas over zich. Ja, ja, die moest altijd dingen opblazen. En als die niet ging staan, dan was die dus niet safe. Ja, nee. Ik, op mijn piemel zou ik nooit zo'n ding kunnen omheen. Het lijkt me heel pijnlijk. Lul van 3 meter. Ja, ja, hij kon niet, hè, jij kon niet de wijze zien. Ik bedoel niet weet. In Zwolle en omgeving. Def King. Hè? Deathman. Ja.
wel trots op, want er was niet alleen Zwolle, er was ook Deventer erbij en zo. Ja, en wij hier in Oost en zo. Ja, Oost, wij, poeh, wij ook. Ja, dat had je nou best kunnen gedaan. Ik heb 3 jaar was de king, maar toen kreeg ik weer andere die maar ja, binnenkomen weer. Je had zo'n goede relatie met je familie toch, Herman? Met je zus? Nou ja, goed. Toch? Ik, ja, bedoel, ik heb haar zwanger gemaakt. Dus, nou ja. Dank afgenomen. Dus zijn de mensen. Dat gelijk uitgetrapt op. Is dat, als je iemand zwanger maakt, dan is dat een teken dat je het. Maar ik moet zeggen, er ging een relatie hebt. Ik heb alles van haar geleerd. Dat is wel zo. Maar er was alleen een comeback niet overhouden. Dan ging ik dus vertellen op de koers. Hebben ze die jongens die in het gangetje stonden bij ons. Nou, maar toen je moeder ook nog zwanger werd, terwijl je vader al lang weg was, ja, dat heb de deur dicht gedaan, hè? Ja. Ja, doe maar. Seks. Ja, ik vind de retering onderwerp. Nu, nou, over seks begint, herinner ik me hele andere leuke dingen uit mijn jeugd. Dat ik als kind ging dan naar de speelgoedwinkel. Oh, ja. En dan zei ik van, oh, een leuke winkel heeft u. En dan heeft u een gommeltje, een padloodje en 3000 tubes vliegtuiglijm. Nee, dat werd er mij gevraagd of ik schoon schip wou maken door, toen ik die koe had geraakt in het programma van Willebroek. Er was een boer die beweerde dat ik zijn koe had geraakt, dus met de politie daarheen en zo. Waar zit ik kon geen enkele koe aanwijzen waar meer dan normaal hoeveelheid gaten in. Maar ja, hij was van de... Van de leg, hè? Was ja, van de leg was die. Ik pak die uit, jongen, ik had gelijk 3 emmers vol. Ja, met eieren. Vliegen ging niet op. Daarna. Die koe die legde eieren. Hoe moet ik aan de pistool kwam, ja, met Willebord geruild voor een pensioenaire schoenen. Maar die ontkende weer. Ja, natuurlijk ontkende weer. Katholiek, hè? Ja, ik heb maar zo'n adres opgegeven. Daar waren ze heel blij mee, of ik verder met hem mee wou werken vroeger. En? Toekomst. Graag. Ben je beëdigd als hulpsheriff? Ja, ja, nou, nee, ik ken hem al buiten. Net zoals Elvis, hè? Elvis ook, hè? Ken je die foto van Elvis? Staat hij ja, ja, ja. Stoot zijn kruk naast Nixon. Met zo'n ding van de DEA ja. Op zijn borst. Ja. Ja. Mijn tijd komt nog wel. Ja, ik weet het niet, ik zit te wachten. In de tussentijd. Wie is aan de beurt dan? Nou, Bart. Zich is Bart. Bart, in principe ja, maar is Bart. Die boodschappen doen we. Nou, die moet die ook kijk, zie je, heb je een beetje verzameld. En een trompetje, dat moet ik wel een beetje laten. Ja, een trompetje, ja, Bart. Ja, laat even. Dat is een stukje bescheidenheid. Hij wil nog van zijn horen, trompetje. Oh, je gaat die, oh, ja, 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 ja. Ja. Jongens, als u... Je zou je nooit opdringen doen. Nee, ik zal nooit opdringen. Nee, wacht gewoon op. U nog even nou spelen. Als wij nou eens hardnekkig blijven zitten, Bart. Dat kan ook, dat kan ook. Maar dan mag kun je dan je werk doen? Ja, dat lukt wel, dat lukt wel. Maar je mag ook even weet je wel, een kleine verfrissing of wat dan ook, weet je wel. Was je nog wel een stukje zien? Ik roep, dat kan ook. Ja? Oké, okay, goed, dan doen we dat. Het is de laatste avond volgens mij de gek aanvang. Goed, dan heel handig geloof, dames en heren, dat wij knoplang kunnen uitlopen qua voorstelling. Hè? Dat het ontbijt komt met de rosse scheden naderbij. Zo is het. Goed, ik zit in de haak in de bus achter 2 haren. Deze 2 bonje-achtige. Hoor je het ene haar deze en de ander zegt op een niet-geen verbazing. Zeg, trouwens, hoe is het eigenlijk met jouw moeder? Mijn moeder, zegt hij allemaal, mijn moeder. Wie ziet dat dan niet? Haar is alweer een paar jaar dood. Maar een hele troost, we hebben toch op video. Wat er nu volgt, hoort er helemaal niet bij. Je hebt al gemerkt, onze voordeur steun voor een belangrijk deel improvisatie. Zo, hè? Ja, je zal misschien af en toe weer achterover denken. Nou,
En de drie maken de tijd eruit weer een aardig teringzootje van. Maar dat heet improvisatie. Kom uit de jazz. Is heel erg chic. Normaal gesproken zou bij ons nu zitten aan een satire over de seksuele escapades van ex-minister-president Ruud Lubbers. Ruud die zich in zijn gouden tijd in Den Haag zich er bijna verwierf, de Hengst van Kralingen. Een bijnaam die Ruud zich niet verwierf door een plotseling aan de dag letten, CQ geopenbaarde voorlichter voor de edele paardensport. Nee, dat doen we vanavond niet. Ik wil iets anders, iets radicaal anders. Voor de pauze hadden we even met elkaar over die vermeende aan- of afwezigheid van Herman de Jules. Bizarre feit doet zich voor. Want Herman de Jules, hoewel alle pillen en poeders gebruiken die God verboden heeft en die God nog gaat verbieden, dat Herman en Jules tot nu toe geen show hebben gemist. Maar dat de Spa Blauw gebruiker uit het gezelschap inmiddels 2 shows heeft moeten afzeggen wegens ziekte. Waar doe je het voor? Vraag je af, die muesli in yoghurt en dat geneuzel met die wortelsap. He? Ik kan muziek niet anders zien als 1 groot pleidooi voor harddrugsgebruik. Ik bedoel, die 2 markeren nooit wat. Ik zag op een gegeven moment ook zoveel reclameposter waarbij ik op een ziekbed lag. Met het oude hoofd van Herman de Jules erboven. Met zo'n tekstbonnetje erin zo van: spuit mee met Jules D. en Hermanus B. Leef gezonder voor een prikkie. He? Goed, tijdens mijn ziekte schreef ik een gedicht. En dat gedicht wil ik vanavond aan je voorleggen. Het heet Doorgaand Verkeer. We bedoelen de avond rijtaanlag. Laten we nu voor de verandering een paar demonen loslaten. Het heet Doorgaand Verkeer. Het is geen theater. Het is echt. Werd vanmorgen in alle vroegte wakker. Het licht was op rantsoen. Een hond besnuffelde me door een kier. Ik had mijn zerk onzorgvuldig dichtgedaan. Ik luisterde naar de tikjes op het steen. Vallende kastanjes. Mijn wake-up call deze ochtend. Sommige kastanjes stuiterden een paar keer op. Alsof ze me wilden begroeten. Of wie weet, binnenkomen zelfs, en rolde hem dan pas in het gras. Ik had gedragen kleren aan die ik niet kende en die me herinnerden aan een mode van jaren her. Maar zij waren niet aan slijtage onderhevig en pasten mijn wonden wel. Ze zaten als gegoten. In al die jaren ondergronds was ik niet, of nauwelijks, vermagerd. Voor de uitgang wachtte een taxi. Op mij, klaarblijkelijk. Want de chauffeur stapte uit toen hij me zag, liep voor Zouten langs, hield het portier open en gebood mij zo naast hem te komen zitten. Het was rustig, geen files, al vrij snel zat op een van de uitvalswegen van de stad. Ik schraapte mijn keel, wilde mijn stem verheffen om een willekeurig reisdoel op te geven, maar de chauffeur gebaarde met zijn hand dat zulks niet nodig was. Overigens glipte ik er wel vaker tussenuit. Soms ook nam ik de trein als forens tussen de forensen en zwierf door een stad of streek om pas na enkele dagen terug te keren. Zo reden we zwijgend verder. Ik keek eens uit het raam. Stapelwolken. De hemel zag eruit alsof het pakjesavond was en liet zo weinig te wensen over. We passeerden diverse steden die ik, bij leven en welzijn, nog als middelgroot had gekend. Ten slotte kwamen we bij een stad die ik goed ken. We namen de afslag, een korte, scherpe draai. Naar het centrum, wilde ik zeggen. Maar ik deed mijn mond niet open. Kreeg zelfs met een uiterste krachtsinspanning mijn lippen niet van elkaar. De chauffeur kon gedachten lezen, want we gingen op het centrum aan. Niet dat het verkeer plotseling sterk toenam, het bleef uitgesproken stil. Maar bedrijfs- en overheidsgebouwen klonterden samen en namen met sprongen in hoogte toe. Toen pas drong onze bestemming tot me door. De huizen kwamen me zo bekend voor. We reden in dat deel van de binnenstad waar ik jaren had gewoond. De straten hier had ik, bij wijze van spreken, eergisteren nog gezien. De auto stopte. We stonden voor mijn laatste huis. Het huis zelf toonde zich niet in mij geïnteresseerd. Had nu met andere bewoners van doen. Wat dat betreft was dit bezoek mislukt. Mijn vrouw en kinderen waren, dat wist ik, kort na mijn overlijden naar een andere stad verhuisd. Het huis gedroeg zich alsof ik het verraden had of minstens ontrouw was geweest en keurde me geen blik waardig. De beuken in de straat stonden het tafereel met kromme tenen aan te zien. Ik, op mijn beurt, nam het huis niets kwalijk. Aan aardse oordelen was ik
lang en breed voorbij. De avond bracht een stel sterren terug, alsof er statiegeld mee was gemoeid. Mijn uitstapje zat erop. We volgden de borden richting Ringweg. In een winkelstraat flakkerde een lichtreclame, onzeker van zichzelf, maar trok zo wel de meeste aandacht. De chauffeur zette me bij het kerkhof af, zonder dat ik er expliciet om hoefde te vragen. Tussen de kerkhofbomen door, in kerkhoflicht, wandelde ik naar mijn groeven en was weldra terug bij af. Ditmaal schoof ik de zerk wel goed op haar plaats. Er sijpelde geen druppel licht omlaag. Ik was uit de doden opgestaan. Niet voor de eerste keer. En zeer zeker niet voor het laatst. Doorgaans verkeer. Herman Zuurkaan. En tot slot gaan wij het hebben over de drijfveer. Laat me zakken. Een bord. Ja. Het zijn volwassen mensen, maar... raak niet uit over het overgeven. Zo. Ja, Sjaan. Zo noemen we het een doos. Geen vinger. Snel. Hè? Zo, daar zijn we. Zo. Nou, dan gaan we even hebben over de kut, hè? Herman? Ik heb het al verteld. Ja? Oké. Okay. Hangt hij er al? Ja, hangt er al. Goed. Dan kunnen we even het bord erbij. Juist. Wij hebben namelijk 112 equivalenten van kut. Dat is goed gescoord. Eén lettergrepig. Kijk. U moet er wel O voor denken, want het is toch wat anders als je zegt kut of O kut, hè? Maar goed, uit tijdgebrek hebben we dat weggelaten. Ik loop ze even met u door. Als u bezwaar heeft, kan u die inbrengen. Kutsnee, pruim, spleet, gleuf, naad, kier en reet. Gat, dot, doos, meut, muts, klier, bef en preut. Dan hebben we peer, vijg, dot, deur, lek, put, kloof, scheur. Rit, snits, likstuk, pot, punt, kruis, munt. Poortzucht, tuinlust, moesvlaai, muis, trut. Vruchtkrocht, brugkolk, veeg, Dirk, slaap eens kut op Dirken. Kees Hol. Grot, schacht, brondal, hok, wat wel, kwal, soestas, fooskwas, zeerpuis, moot, staf. Twee bord. Ja, Herman als clitoris, kijk eens. Ja, ook kijk in de clitoris. Fred, je moet alleen je kop nog een beetje roder smeren. Zo. Ja, we gaan door. We gaan verder door. Flensroos, poesjet, sluispomp, lurket, schelpscheen, poelzee, zacht, zout, zoet, wee. Halsfles, vaaskelk, mond, hond, jaap, kwel, vat, val, toef, zalf, vloek, troost, kuil en graf. Klem, kluif, spons, kruik, klit, snor, plons, fuik, dons, pluit, ronkt uit, in, uit, in, uit. Ga de punten maar in, boys. Herman. Oh,
Thank you.